Opgave 59. Ik heb hier de punten A en B, C en D en de lijn L. De rode lijn die je ziet, dat is de meetkundige plaats van het voorbeeld van bladzijde 89. Dit stukje hier van de meetkundige plaats is een parabool. Die parabool geeft de afstand aan tussen A en de lijn L, en dat die afstand gelijk is. Ik heb hier ook een stukje, een parabool, die datzelfde doet voor B. De afstand van de parabool tot B is gelijk aan de afstand van de parabool tot lijn L. Dan heb ik hier ook nog CD. En CD is het lijnstuk dat op de bisectrice ligt, zo van lijnstuk AB. Want de gelijke afstand tussen twee lijnen is de bisectrice van die twee lijnen. Nou, dat hebben ze nou gedaan. Ze hebben nou punten C en D getekend. En die punten C en D zijn zo getekend, ze hebben loodrecht vanuit B getekend, totdat hij de meetkundige plaats snijdt. En loodrecht vanuit A, totdat hij de meetkundige plaats snijdt. En nu moet ik een toelichting geven dat zowel C en D, zowel op de bisectrice als op een van de parabolen liggen. Nou, C die ligt op de meetkundige plaats. Dat betekent dat de afstand van C tot lijnstuk AB gelijk is aan de afstand van C tot lijn L. En de afstand van C tot lijnstuk AB is gelijk aan de afstand van C tot A. Want AC, hè, die staat loodrecht op AB. Want dat is immers de kortste afstand, de loodrechtste afstand. Dus de afstand van C tot A is gelijk de afstand van C tot lijn L. Ja, daaruit volgt dat C op de parabool ligt. Nou, op dezelfde manier kan je dat voor punt D aantonen. Waarom ligt C op de bisectrice? Nou, omdat de afstand van C tot lijn AB gelijk is aan de afstand van C tot L. Dat betekent C op de bisectrice. Wederom voor D kun je hetzelfde verhaal houden.